Hey, leuk dat je weer kijkt. In deze les ga ik je iets uitleggen over energie in de vorm van warmte. In een andere les heb je een aantal energiesoorten leren kennen, zoals bewegingsenergie en zwaarte-energie en elektrische energie. Maar vandaag gaan we warmte iets verder uitspitten, want daar hebben we namelijk een formule voor. Je kunt dan berekenen hoeveel energie er gaat zitten in het verwarmen van een bepaalde stof. Die formule ziet er zo uit. Q is C maal M maal delta T. De driehoekjes spreek je uit als delta. Dat komt niet geheel onbekend voor, want dat heb je al meerdere keren dit jaar gezien. We gaan de letters even uitspitten. De Q, zoals gezegd, is dus warmte, want ik ging de warmte uitrekenen. En warmte is een energiesoort en komt in joule. Elke energiesoort komt in joules. Afkorting is J. Dan hebben we de C. De C is de soortelijke warmte. Ik ga er straks nog iets meer over vertellen. Maar de soortelijke, wat ik alvast kwijt wil, is dat de soortelijke warmte is de hoeveelheid joule die nodig is om 1 gram van een stof 1 graad Celsius te doen stijgen. Dat klinkt ingewikkeld. De M staat voor massa, ook geen onbekende grootheid, heb je al veel vaker mee gerekend. En die komt in dit geval in grammen. En de andere grootheid is temperatuurverschil. En die komt natuurlijk in de eenheid graden Celsius. De temperatuurverschil is wel uit te splitsen in T eind min T begin. En als je dat geheel hebt en je raakt van het padje, omdat je denkt van wow, anders hebben we altijd maar 3-letterformules. En nou zitten er ineens 4 letters in. Nou, niet doen, niet van het padje raken, het blijft hartstikke simpel. Zelfs deze driehoek, die ik je wel vaker geef, is nog steeds van toepassing. Leg je vinger maar op de C, dan hou je over. C is Q gedeeld door M keer delta T. Leg je vinger op de M en je houdt over Q. M is Q gedeeld door C keer delta T. Als je de delta T wil weten, dan wordt dat delta T is Q gedeeld door C keer M. Maar ik had nog niet alles verteld over die soortelijke warmte, die C. Die C is namelijk wel een bijzondere, want die heeft een hele samengestelde eenheid. Die eenheid is samengesteld uit alle andere eenheden die in deze formule voorkomen. Dus er is geen nieuwe eenheid voor verzonnen. Dus wat ik al zei, als ik deze nou zwart zou maken, en dan gaat het niet. Oh ja, natuurlijk. Deze. Stel dat ik de C wil weten. Eigenlijk de C is, ja, zeg jij het ook maar eens? Juist. Q delen door die twee overgebleven massa keer delta grote letter T. Nou, ik weet in welke eenheid de Q komt, de massa en de delta T. Want Q komt in, even een ander kleurtje nemen, de Q komt in joules, de M komt in grammen en de delta T komt in graden Celsius. Kortom, de C kan ik uitdrukken in joule per, dus die deelstreep, die zit nou alleen schuin neer, per gram. Punt graad Celsius. Nou, en zelfs die punt is niet altijd nodig. Zo ziet dat eruit. En we gaan even kijken naar de volgende slide. Dan is mijn tabel nu compleet. Van de uitleg van de letters, de grootheden in de eenheden zijn genoemd. Maar nu in het rood. De soortelijke warmte is dus de joule per gram graad Celsius. Afgekort als joule per g punt graad Celsius. Dus in gewone woorden, het is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 gram van een stof 1 graad Celsius te doen stijgen. Dan gaan we maar eens even naar een voorbeeldje kijken. Ik heb hier een voorbeeldsom. Een beker met 100 gram water koelt af. Hé, ook leuk. Koelt af van 90 graden Celsius naar 20 graden Celsius. Hoeveel warmte heeft het afgestaan aan de omgeving?
Ja, want dat is altijd wat er gebeurt, hè. Als je iets warms neerzet in de omgeving, staat het object staat zijn warmte af aan de omgeving. Maar we kunnen nu vanaf nu berekenen met hoeveel energie dat gebeurd is. We gaan eens even een tabel opmaken van wat weet je niet, wat weet je wel. Nou, eerst dan natuurlijk de formule. Q is C maal M maal delta T. Q is C is M is delta T is. Maar ik heb twee temperaturen genoemd staan. Dus ik moet nu wel uitsplitsen in T eind en T begin. Nou, gaan we eens kijken. De Q die wil ik weten en die komt in joule. De C, die zullen we jullie altijd ter beschikking stellen, want de C, de soortelijke warmte, is een stofeigenschap en die zullen we in tabel aan jullie ter beschikking stellen, ook op een toets. De T van, de C van water, weet ik uit mijn hoofd, is 4,2 joule per gram graad Celsius. De massa, je moet wel je massa-eenheden kennen natuurlijk. De massa is gegeven als 100 gram. Dus als ik het in kilogrammen geef in andere sommetjes, dan moet je het wel omrekenen naar grammen. Dat verwacht deze formule. Omdat de C nu altijd gegeven is joule per gram graad Celsius. Dus dit, wat ik nu aanwijs, moet overeenkomen. De delta T weet ik nu nog niet. Maar ik weet wel dat ik dat berekend door T eind min T begin. En de T eind, hij koelt af. Dus 20 graden is in dit geval juist T eind. En hij begon met 90 graden Celsius. Dus de delta T is dus 20 graden Celsius min 90 graden Celsius is, let op, min 70 graden Celsius. Even kijken, heb ik nou voldoende? Ik heb de C, de M en de delta T. Ja hoor, ik kan de Q gaan uitrekenen nu. Q wordt dus... Q wordt 4,2 joule per gram graad Celsius maal de massa van 100 gram maal min 70 graden Celsius. En dat tik je even in je rekenmachine, dan krijg ik min 29.400 joule. Dat is gek, die min ervoor. Maar het klopt eigenlijk ook wel. Want ik heb geen energie toegevoerd, wat een positief getal op zou leveren. Maar ik heb energie laten verdwijnen, tenminste af laten staan aan de omgeving. Daarom het negatieve getal. Dus dit is mijn eindantwoord. Nou, ik hoop dat jou de rest ook gaat lukken. Ik wens je succes.